Zo, dan gaan we weer even zoeken. We zullen zien wat het vandaag wordt. Ik heb er in ieder geval zin in. Het is echt mooi weer vandaag, dus ja, ben benieuwd. In ieder geval even lekker buiten. Het binnen zitten daar word je ook helemaal niet goed van. Dus we zullen het zien. Ik hoop dat ik wat moois vind. Nou, wat rommeltjes gevonden te hebben, heb ik nu wel wat leuks. Ik maakte het kluitje open uit de grond en toen zag ik het liggen. Ik denk dat het een bikkeltje is. Een bikkeltje is een oud stukje speelgoed van vroeger. Daar had je er een paar voor nodig. Ik heb er één thuis en ik denk dat ik er nu twee heb. Maar ik moet eerst nog zelf goed kijken of het daadwerkelijk zo is. Kijk, daar zit hij. Ja, dat moet een bikkeltje zijn. Kijk eens. Ja! Oh, wat leuk! Zo! Ah, een bikkel. Bikkelen. Ja, dit is natuurlijk echt leuk speelgoed. Oud speelgoed. Dat is gewoon echt een toppertje. Wauw man, cool. Nou, hopelijk brengt de dag nog meer. Maar we moeten niet de goden verzoeken natuurlijk. Maar deze gaat echt ook in het kastje. Ook de kogelhuls mag niet ontbreken. Dat is een oude huls, een stuk. Ja, liggen ook overal. Ik denk een stukje kandelaar of zo, denk ik. Of misschien speelgoed, een oud bordje. Maar ja, dan zou dit platter moeten zijn. Dus ik denk iets van een kaarsenkandelaar of zo. Candlestick holder, maybe a toy plate. Ik praat ook in het Engels. Ik heb ook Engelse kijkers gezien, dus vandaar dat ik een beetje door elkaar haal. Nou, stukje. Een heel lief klein lepeltje. Echt heel klein. Super leuk natuurlijk, zo'n lepeltje. Zo klein. Nou, nu heb ik twee dingen gevonden. En het hoort niet bij elkaar, het heeft allebei een andere kleur. Maar ik weet niet precies wat het is. Kijk, ik heb een soort ring gevonden. Ik heb hem even gewoon schoongemaakt. Hier. Ja, hij is plat van binnen. Maar ik zou niet weten wat voor ringetje het is. En daarbij nog iets. Dit. En dan weet ik niet echt wat dit is. Is het een... er zit een gaatje in. Zoals je ziet. En hier heeft wat groters op gezeten. Ja, het zou misschien... Ja, ik durf het eigenlijk gewoon niet te zeggen. Ik weet niet wat het is. Weten jullie het? Laat het me dan weten. Ik ben wel benieuwd. Zo, een dikke 62, 69. Ja, ik kijk ook wel naar VDI. Want ja, dat vind ik gewoon toch wel soms handig. Dus het geluid kan heel mooi zijn bij een 22. En dan vind je weer folie. Dus ik zoek op de tweetoon. Ik vind dat fijn. De tweetoon die gaat gewoon ook echt diep. Mensen die op drietoon zoeken. Ik zou zeggen, probeer het nou eens op de tweetoon. Het is zeer makkelijk te herkennen. En ja, hij gaat lekker diep. Er ligt daar iets. Maar wat? Lijkt een beetje een soort ornamentje. Ja, wat is het, hè? Oh. Ik denk toch weer iets van een, ik noem alles maar een kaarsenstandaard ding. Maar ja, dat zou het ook best wel gewoon kunnen zijn. Het is wel versierd. Dus ja. Nou, thuis even rustig schoonmaken. Ik denk dat het messing is of koper. Ik vind koper eigenlijk. Aan het signaal te zien. Oké. On to the next. Getal in de 80. Nou, een enorm lood. Ik zie geen merkje erop of zo. Maar ja, het heeft wel denk ik ergens aan gehangen. In ieder geval echt een enorm stuk lood. Leuk. Nemen we mee. Nou. Kijk eens. Een lekkere rotte duit.
Ja, ik film ook al de duitjes, omdat ik het gewoon leuk vind om muntjes te vinden. Ah, dit is misschien allemaal geen muntje, joh. Deze die is een beetje ovaal. Ja? Dus ja, wat het dan is. We komen er nooit meer achter. Zo, de eerste keer dat ik op dit veld een gespje vind. Ja, een D-gesp. Een leuk oud gespje. Leuk. Nou, dit was een VDI in de 20. Zoontje die ik vaak laat liggen, maar ik denk, nou ja, ik graaf hem. En het is een oud zakmes. Ik heb hem stuk gemaakt. Maar het was wel een heel mooi zakmes vroeger. Zoals je ziet. Ja, pocket knife. Nee. Nou, wat vinden we dan? Een gordijnringetje. En een knoopje van porselein. Het is echt altijd leuk een klein knoopje porselein zomaar te vinden. Superleuk. Ik heb het even schoongemaakt in de sloot. Ik wist niet wat het was. Ik weet het nog niet. Ja, het is ingeslagen of zo. Geen idee. Geen idee wat het is. Weet jullie het? Laat maar weten. Wat ik nou weer heb gevonden, echt geen idee. Er zitten gaten in. Zo mooi, een mooie gaten. Er staat ook iets op. Zou het van een instrument zijn of zo? Dit zat ook in het gaatje. Aardig moe worden. Zou het misschien een soort blaasinstrumentje zijn of zo? Geen idee. Er staat ook iets op. Ja, ik had het moeilijk laten zien. Nou, wie weet. Wie het weet mag het zeggen. Hier nog even de vondsten. Wat er overgebleven is. Nou, wat dit is. Ik heb het even uitgezocht. Dit is een neusfluit. Dus dit is een neusfluit. En ja, het is tussen rond 1900 zo'n beetje. Grappig, hè? Dat is een neusfluit. En de rest moet ik nog uitzoeken. Tot de volgende keer.